Goedendag en welkom bij Privé TV. Voormalig K3-lid Josje Huisman presenteerde gisteren haar stijlboek in Antwerpen. Van de oude K3-garde was alleen Christel aanwezig. Het lijkt niet meer zo oja lele te zijn tussen de dames. Jan Uriel is hier. Jan, fijn dat je er bent. Ja, Mark. Ik moet het gelijk vragen. Karen, waar was zij? Nou, dat is een vraag die heel België en Nederland zich op dit moment afvraagt. Waar was Karen? Het is natuurlijk heel raar, want ver hoefde ze daar niet voor te reizen. Ze hoefde niet naar Amsterdam te komen. Nee. Het gebeurde allemaal in Antwerpen, die boekpresentatie. Dus hoe ver kan het zijn om daar even naartoe te komen? Heel vreemd. Gert Verhulst heeft al eerder aangegeven dat hij klaar is met Josje. Dus die was er ook niet. Maar Karen, dat is toch een beetje raar. Ik wil het toch even voor de opnemen. Want zij gaat binnenkort trouwen. Was zij niet gewoon heel druk met de voorbereidingen voor die bruiloft? En dacht ze, nou ja... Ja, dat trap ik niet helemaal in, Mark. Want kijk, zij roept al een jaar dat ze bezig is met de voorbereiding van het huwelijk. Ze trouwt inderdaad volgend weekend op Ibiza met Anthony van der Wee. Nou ja, één avondje kan je er toch wel even tussen uitglippen om even bij de boekpresentatie van je beste vriendin te zijn. Maar dus niet, maar inderdaad. Goed, dan zien ze elkaar allemaal op Ibiza straks. Nee, dat gaat dus ook niet door. Want ik heb deze week in de nieuwe Privé, die ook nu in de winkel ligt, heb ik het verhaal geschreven dat Josje gewoon niet welkom is op dat huwelijk. En hoe kom ik daar nou op? Ik ken iemand van Studio 100 en ik heb de gastenlijst gezien. En ik zag direct al dat Josje daar niet op voorkwam. Dus vandaar dat ik dit ook durfde te schrijven. Zij is gewoon niet welkom daar zo. Maar ja, goed, weet je, Mark, we zijn van de hoor en de wederhoor. Dus we hebben het er zelf even gevraagd. Ja. Ja, ze gaat inderdaad trouwen en volgens mij is er wel een hoop geheimzinnigheid rond alleszins. Ik weet niet hoe ze het gaat vieren, maar ze zal het wel... Ik check ook niet zo vaak mijn mailbox, dus misschien zit er nog een uitnodiging in. Kijk, dat laatste shot dat ze op die tong bijt, dat heeft ze vaker moeten doen. Dat zie je. Nee. De mailbox. De mailbox, dat is raar. Heb jij ooit een trouwkaart via de mailbox gekregen? Nee. Nou, ik echt niet hoor. Ik bedoel, dat gebeurt niet. En de mailbox hebben ze zeker ook al maanden niet nagekeken. Dat is heel vreemd. Misschien inderdaad. Is dat iets Belgisch. Dat zou eens kunnen, want wat gebeurde mij nu eergisteravond? En dan kunnen we even kijken naar het volgende beeldje. Ik krijg dus op 6 september om 22:30 s'avonds krijg ik de uitnodiging van Josje om de volgende dag bij haar boekpresentatie te komen in Antwerpen. Dat is toch heel kort dag. Ja. Het zou dus zomaar kunnen dat zij volgende week vrijdag, doodleuk, een uitnodiging krijgt om de volgende dag even naar Ibiza te vliegen. Misschien is het iets Vlaams, ik weet het niet. Misschien is dat het. Christel was er wel gisteren. Is zij wel welkom op het huwelijk? Ja, en daar zegt ze ook iets over. Nou, of Karen gaat trouwen, moet je vooral aan haar vragen. En wij met z'n drieën hebben op de app gezegd dat we binnenkort gewoon met een busje 3 uur lang gaan rondrijden om even bij te kletsen. Dus jij bent sowieso op de bruiloft aanwezig? Ik ga daar niks over zeggen. Nee, daar gaat ze niks over zeggen, want dat is natuurlijk heel naar om daar iets over te zeggen op het feestje van Josje, dat zij wel welkom is. Ja. En binnenkort gaan ze gezellig met een busje toeren. Geheerlijk. En in dat busje gaat er ook dat andere K3-lid nog zitten dan? Dat is ook een beetje ondenkbaar, want Kathleen die woont op het ogenblik in Zuid-Afrika. Die heeft onlangs haar moeder, die ziek is, die heeft de ziekte van Alzheimer, die heeft ze laten overkomen van België naar Zuid-Afrika. En zij verzorgt haar moeder. Dat is natuurlijk fantastisch dat ze dat doet. En zij heeft wel een uitnodiging van Karin gekregen. Maar ze zegt, ja, ik moet mijn moeder verzorgen. En dus heeft ze afgebeld. Ja. Okay. Ik wil nog even terug naar het stijlboek. Ja. Josje zag er prachtig uit, dat moet gezegd worden. Ja. Nou ja, moet je kijken, zeg, een donkerroze robe. Het ziet er een baljurk, het is geweldig. Ja. Misschien dat Karin denkt, van die moet ik niet op mijn bruiloft hebben, want die maait iedereen omver natuurlijk met die prachtige jurken. Ik weet nou niet of dit een bestseller gaat worden. Weet je wat wel een bestseller zou kunnen worden? Nee. Als Josje nu eens eindelijk gewoon eerlijk vertelt wat er allemaal aan de hand is met K3... He, een titel, Mijn leven voor en na en tijdens K3. Nou, dat wordt me toch een bestseller. Dat gaan we allemaal kopen. Ik ga het lezen. Dankjewel, Jan. Dit was Privé TV. Meer nieuwtjes en video's op privé.nl. Tot snel.